ergens hier ver vandaan, waar paddenstoelen huisjes staan. Daar woont een volkje vrij en blij. Soms dreigt er gevaar van die tovenaar, want Gargamel vangt smurven waar hij kan. Ik haat smurven! Maar wij zijn... Ik krijg jullie nog wel! Ik krijg jullie allemaal! Al is het het allerlaatste wat ik doe! Ik krijg jullie nog wel! Dit is een prima plek voor een veld sierpompoenen. Boeren, boeren, boeren. Dit is volgens mij duidelijk een radijsveld, hoor. Volgens mijn boek, verbouwen volgens de brilzwerfmethode, heeft dit veld... Ruimte nodig? Geen zorgen, boeren. Je kunt zo sierpompoenen gaan verbouwen. Wacht maar even. Ha, sierpompoenen. Sorry, vriend, maar boeren heeft wat meer ruimte nodig. Kijk uit! Houthakker, je moet waarschuwen als je een boom laat omvallen. Omvallen? Ik was nog niet eens aan het hakken. Oh, wat een grote luis. Dus hij heeft die boom neergehaald. Abso smurfig belachelijk, houthakker. Die luis kan toch nooit door een volwassen boom... Oh, Brilly, die luis is dol op je boek. Hé, hey, blijf van mijn boek af. Als die luis is wat ik denk dat die is... Precies, boeren. Het is een raar bladluis. Wat is een raar bladluis? Dat is een vraatzuchtig insect dat maar eens in de 800 jaar eet. Maar als het dan eet, dan blijven er geen kliekjes over. Oh, die luizen eten echt alles op. Dat is duidelijk. Jammer genoeg verplaatsen rara-luizen zich altijd in zwermen. Wauw! Grote smerf, grote smerf! En de enige manier om te ontsnappen was over de Monte Gianti, de hoogste berg ter wereld. Oh, en wat deed u toen? Jongen, jongen, dit is zo spannend dat ik haast niet stil kan zitten. Je moet stilzitten, anders mislukt dit portret van een verhaal en verteller. De wanden waren steil. Ik wist dat ik er niet zonder... Help, help, de luizen komen, de luizen komen. Maar de tijd, de luizen. Ze komen hierheen en ze eten alles wat ze maar zien. Rustig met mijn smurfjes, niet zo paniek. Niet zo paniek? Grote smurf, u heeft die luizen niet gezien. Ze hebben grote tanden, die doen heng, heng, heng. Rustig, jij paniekzaaier. Wij weten alles van die raar luizen. Oh ja? Jup, vielen het dorp 800 jaar terug ook aan. Maar ik vond iets om ze te verjagen. Echt waar? Jup, een nieuw middeltje, het sap van de donderboom. Het is het enige dat die rare luizen verdrijft. Hè, grote smurf? Ja, opa. Eén vlugge spuit jacht de luizen eruit. Dus ieder smurf kan gerust zijn. Grote smurf! Grote smurf! We zagen luizen in de... Kalm maar, houthakker. Ik, brilsmurf, heb de situatie geheel in de hand. Smurf, verdotie. Die luizen zijn al heel dichtbij. Ik moet snel dat verdrijfspul gaan maken. Ik help u wel, opa Smurf. En ik help mee het sap te mengen. Ten slotte weet geen Smurf meer van verdrijven dan ik. Zeker! Jouw boeken hebben ons jaren weggehouden. Zo moet het genoeg zijn, grote Smurf. Ja, het Smurf naar een tovermiddel, opa. Ik weet het niet, grote Smurf. Is dit echt wel genoeg? En is dat al het sap van de donderboom dat we nog hebben, opa? Er is maar weinig nodig, mijn jonge vriend. Dat is zeker waar, Brilly. Waarom gaan we niet bij de luizen kijken terwijl opa het verdrijfspul afmaakt? Smurferro,
nu alleen nog roeren, zodat het niet gaat borrelen. Zeg, opa, hoe bent u nou nog over die grote berg gekomen? Oh, toe, vertel eens hoe het verder ging, opa. Nou, ik ben nu even bezig, jongens. Misschien heb ik straks wel tijd. Ach, doe nou, opa. Ja, ik kan niet tegen wachten. Smurfendotie. Nee, ik moet het kort houden, net als het touw waar ik aan hing. Het was wat bevroren van het ijs. Mijn handen begonnen te glijden. Oh. Ik probeerde het nog, maar het had geen zin. Ik gleed recht naar de bevroren toppen van Monte Giganti. Als ik niet snel iets zou doen, was het te laat. Oh, oh. Ah. Alle smurfen? Tjee, dat sap verdrijft echt heel goed, hè? Opa, wat is er gebeurd? Niets vergeleken bij wat er nog gaat gebeuren. We moeten dat sap spuiten. En snel! Het sap is weg. En dat is mijn schuld. Kom, kom. Het is niet uw schuld, opa Smurf. Nou, en Smurf, dat is het wel. In plaats van gewoon te roeren, was ik te druk met verhalen vertellen. Vanaf nu vertel ik niets meer. Oh, boterige, dit is onze schuld. Ja, doordat wij zo om dat verhaal zeurden, is hij het middel helemaal vergeten. Dit is ernstig, grote Smurf. Is er geen andere manier om de luizen te stoppen? Ik vrees van niet, boeren. Nou, als je het mij vraagt, is het antwoord duidelijk. We moeten gewoon wat sap van de donderboom gaan halen. Was het maar zo makkelijk, Brilly. Maar er is maar één donderboom en die staat aan de andere kant van de wereld op Dondereiland. Zelfs met ooievaartje zijn we nooit op tijd om de luizen te stoppen. Smurfero, opa neemt die saptoestand wel heel erg hoog op. Oh, trek u het niet zo aan, opa. Het spijt ons dat u het verhaal moest vertellen. Oh, kunt u het ons vergeven? Ik vergeef het mezelf niet als ik die magische ballon niet vind. Magische ballon? Smurferowski, dachten jullie dat ik een driftbui had? Ik zoek de magische ballon. Maar wat is het magische ballon, opa? Ik heb hem eeuwen geleden van mijn elfenvriend Ambrosius gekregen. Ik gebruikte de ballon om naar moeilijk bereikbare landen te reizen. Zoals de plek waar ik de donderboom vond met zijn wonderlijke sap. Dus we hoeven alleen maar de ballon te vinden en dan zijn we allemaal gered. Helaas, ik heb overal gesmurfd. De ballon is nergens te vinden. Geen zorgen, ik help wel zoeken. Hoe ziet hij eruit? Precies zoals dit. Bedankt, Klungel. Geen dank hoor. Zou die het nog doen? Wat is die prachtig! Oh. Nou, sta daar niet te gapen. Ik kan wel wat hulp gebruiken met dat sap. Stap in! Smurfero! Nou, ik snap niet waarom we opa's hulp nodig hebben. Heeft hij al niet genoeg gedaan? Wat van staat? Deze heb jij niet meer gezien sinds je klein was, grote Smurf. Nu weet ik het weer. Heel lang geleden gebruikte je de ballon om reizen te maken. Ja, en nu brengt hij me terug naar Dondereiland voor wat nieuw sap. Jullie gaan niet zonder mij. Hé, hey, wacht nou. Hou vol, Brilly. Dat doe ik, dat doe ik. Ja, die magische ballon zou ons wel eens kunnen redden. Als we die luizen maar weg kunnen houden totdat opa terug is. Smurferowski, we hebben geen tijd te verliezen. Die insecten willen hun kaken in ons dorp gaan zetten. Klaar om koers te zetten naar Dondereiland, opa? Maar, waar is de kaart? Helemaal niet nodig. Dit ding heet niet voor niets de magische ballon. Abracadabra, à la cason. Luister naar mij, tovig ballon. À la capresto, hoor mij nu aan. Dit is de plek waarheen je moet gaan. Dondereiland. Oh, opa, ik word zo slaperig. Oh, Smurfero, ik ook. Hou ik val zo in slaap. Klengel, klengel, klengel. Zeg opa Smurf, wat gebeurt er? Het is de werking van de ballon. Als we wakker worden, zijn we er al. Oh.
leuke wolken nou? Weet het niet, maar kijk dat smurfige eiland is. Ja, volgens mij gaan we neerstorten. Opa Smurf, doe nou iets. Dat doe ik, maar het is lang geleden dat ik dit ding bestuurd heb. Wow! Kijk uit voor die... bomen. Kijk uit, alle Smurf. Oh, dat heb ik weer. Hé, het klinkt of er storm komt. Ja, hoor eens wat een donder. Dat is geen storm, dat is de donderboom. Volg dat geluid en we vinden het sap. Hieraan blijft de ballon wel hangen totdat we terug zijn. Oh, wat zijn dat een smurfige bloemen. Smurfer, oh, en hele grote vlinders ook. En kijk eens wat Brilly vond. Lengel, waar heb je het over? Dat is een minky. Aardige beestjes en heel nieuwsgierig. Dus let goed op je spullen, ze pakken alles. Dat bedoel ik dus. Hé, je kan niets meer zien. Miek, miek. Nou, wat zei je tegen dat gekke beest? Ik zei dat de bril hem beter stond, maar dat jij hem echt nodig hebt. Erg grappig. We moeten nu in de buurt van de donderboom zijn. Smurfero, kijk! Yep, dat is de donderboom. En het sap zit in die peulen. Nou, waar smurfen we nog op? Pluk ze maar! Wacht, we zijn niet alleen. Wie zei dat? Octobeesten. Ik heb ze gelukkig bij mijn laatste bezoek niet ontmoet. Deze peulen zijn rijp. Dus zo kom je aan het sap. Graaf Kriel zal heel erg blij zijn met deze oogst. Graaf Kriel is anders nooit blij. Wie zijn dat? Zeur niet, grijp ze. Snel, alle smurfen, terug naar de ballon. Goed gedaan, hoor, Brilly. Het was niet mijn schuld. Die domme Minky liet me schrikken. Niet praten, maar rennen. Sneller, we halen ze in. Het Smurfero, we halen het, Minky. En 3 minuten vroeg. En best. En jou, en jou. Laat ons los, grote bubbelbel. Zo, dus jullie blauwhoofden wilden graaf Kriel's kostbare donderboomsap stelen. Wij weten wat de straf daarvoor is. Niemand komt aan de donderboom of steelt mijn sap. We hebben maar een klein beetje nodig om ons dorp te redden. Bah, nou en... Ik gebruik het om jong en sterk te blijven. Nou, voor je uiterlijk doet het niet veel. Wacht, maak deze blauwe lastpakken klaar voor hun lot. Oh, wat ga je met ons doen? De straf voor het stelen van mijn sap is eten met mijn grundel. Atoe nou, een heerser heeft ook lol nodig. En ik verveel me zo. Opa, wat is een grendel? Oh, ik had het nooit moeten vragen. Oh, hij ziet er heel hongerig uit. Dat klopt. Hij heeft in weken niet gegeten. Blijf daar, dikke kokosnoot. Oh, wat een naar einde wordt dit. De meest briljante smurf van alle tijden. Opgegeten. Smurfertootie, dit ziet er niet best uit. Het doet me denken aan die keer dat ik in het hol van de tovenaar belandde. Er was geen uitgang. Oh, dit is geen moment voor een verhaal, opa. Door die verhalen zitten we nu in moeilijkheden. Deze keer, Bril, ben ik het met je eens. Wat gebeurde er toen? Wat? Wat gebeurde er in het hol van die tovenaar? Wat gebeurde er? Nou, dat is een lang ver... Af, jij grundel! Nou, zoals ik al zei, het is een heel lang verhaal. Daar ben ik dol op. Ik spaar jullie allemaal als je dit verhaal goed vertelt.
Smurferow, opa is de beste verteller in de wereld. We zullen zien. Mijn laatste verteller dacht ook dat hij ontzettend goed was. Ik laat u niet meenemen, opa Smurf. Geen zorgen, potige. Zoals Bril zei, door mijn verhalen zitten we in de puree en misschien halen ze ons er nu uit. Breng ze naar de kelder. Ik ga direct naar mijn kamer om naar zijn verhaal te luisteren. Weet je nog wat er met de vorige verteller van de graaf is gebeurd? Ja, de grundel heeft die avond goed gegeten. Wat een dode boel, zeg. We moeten hier heel snel zien uit te komen. Want elke seconde dat wij weg zijn, betekent een seconde eten voor die luizen. Graaf sneller, mijn kleine smurfjes. Ik hoop dat uw idee werkt, grote smurf. Hollandaise, die luizen kunnen nooit over het water komen. Doe maar, boeren, vullen maar. Met alle plezier, grote smurf. Het werkt! Joie de vivre! We hebben dat sap niet eens meer nodig, grote smurf! We hebben te snel gejuicht! Alle smurfen, ze gebruiken bladeren om over te steken! Alle smurf terug! Ik hoop maar dat opa meer geluk heeft dan wij! En op de 100ste dag dat ik in Ranizer was, stopte de pantertovenaar mij in zijn geheime kelder! Ja, ja, ga door! Weet je, de kelder had geen raam! Waardoor ontsnappen heel moeilijk was. Die deur is gebroken. Ja, ik wist dat er iets stuk was. Miek, miek. Oh nee, niet hij weer. Miek, miek. Hij wil ons vast helpen. Oh, het lukt niet. We moeten op elkaar smurfen, Nat. Spring op mijn schouders. Smurfero, kom op, Smurfin! Miek, Miek, trek een Miekie! Oh, wat gaan we nou doen? We pakken de magische ballon en opa! Oh, ik heb genoeg van dat Minkie-gedoe! Smurfero, daar is de magische ballon! Maak je klaar voor vertrek! Abracadabra, alakazon, luister naar mij, o toverballon. Alakapresto, hoor mij nu aan. Dit is de plek waarheen je moet gaan. Waar opa Smurf is. Hé, hey, waar denken jullie naartoe te gaan? De tovenaar was vlak achter me toen ik de vuurrivier oppeddelde. Niet stoppen nu. En wat gebeurt er? Phew. Ik moet even op adem komen. Zeg, verteller, je kunt maar beter doorvertellen. Anders zie je blauwe vriendjes nooit meer. Goed, nou, waar was ik? Oh ja, ik peddelde met mijn kano, maar raakte een rots. Ik rolde uit de boot. Kijk, zo. Wow! Verteller, stop! Je hebt mijn verhaal nog niet af. Stop! Wacht eens, help me, wacht eens! Oh, hebben we nog tijd om het dorp te redden, opa? Misschien, als we bij de donderboom kunnen. En snel! Het was niet onze schuld, graaf Kriel. Die Minkie hielp ze. Breng die kleine blauwe verhalen vertellen onmiddellijk terug. Ik moet weten hoe het verhaal afloopt. Verslaan lukt niet. Nou, dan maar volproppen. Beaujolais, ik heb geen meesterwerken meer. Maar die luizen, ze blijven honger houden. Ze zijn nog groter dan ik, grote smurf. Ieder smurf weg hier. Als ze opa niet gauw terugkomt met het sap, is er geen dorp meer over. Smurfero, we zijn weer bij het begin. Gauw, erop af, jonge vriend. Ik ben vlak achter u, opa smurf. Hou wat sap tappen en wegwezen. Stop, dieven! Ik wil eerst het verhaal afhoren en dan word je een blauw diner voor Grundel.
Grijp ze, mannen! Geen probleem. Smurfer, Roti, dat noem ik pas een sappige klap. Stop! Laat die andere, maar breng die kleine blauwbaard hier. Alle smurfen, we komen maar niet hoger. Ik ben bang dat jij te zwaar bent om mee te gaan, kleine vriend. We moeten afscheid nemen, Mink. Miek, Miek. Alles aan boord wat aan boord moet. Fijn dat je langskomt. Oh nee, daar is die weer. Je denkt toch niet dat ik ga zonder het einde van het verhaal, hè? Au! Mink, au! Die Minkies! Hou op! Tot ziens! Die Kriel krijgt het einde dat hij verdient. Au! Oeh! Maar hoe liep je verhaal nou af? Precies als dit verhaal. Ik kon ontsnappen. Abacadabra, alakazon. Luister naar mij, toverballon. Alla presto, hoor mij nu aan. Dit is de plek waarheen je moet gaan. Smurfendorp. Roep me als we er zijn. Oh, de luizen eten ons dorpen. We moeten opschieten. Let op de ballon terwijl ik het middel maak. En deze keer blijf ik gewoon roeren. Maar we kunnen ze nooit allemaal raken. Ze zijn overal. Dan hebben we hulp nodig. Smurfer, oh, dat middel werkt echt. Achter Triomf, de luizen, ze gaan weg. Dankzij opa Smurfer zijn magische ballon. Opa, is alles goed met u? Het kon niet beter, grote Smurf. Maar dit was mijn eerste waterlanding. Dat was duidelijk. Kleermaker heeft uw magische ballon weer gemaakt, opa Smurf. Yep, deze ballon en ik hebben samen al heel wat avonturen beleefd. Ik weet nog dat ik over de grijze woestijn vloog van Numar, waar hagedissen woonden zo groot als boeren zijn velden. Maar dat is een ander verhaal.